Welkom kijkers bij Golfschool Geldrop. Leuk dat je kijkt. Mijn naam is Mike Vieringen en welkom op mijn YouTube kanaal. Vandaag een tip van de week. Beter putten met deze drie makkelijke tips. Hey, het zomerseizoen is weer begonnen. De greens liggen er goed bij. Dus we moeten gaan zorgen dat we dat putten weer onder de knie krijgen. Het putten is, tenslotte 42% van je totale score. Dus zorg dat je dat putten onder de knie krijgt. Dan heb je al bijna de helft van je score gecontroleerd. Vandaag ga ik je drie oefeningen geven om te zorgen dat je in ieder geval makkelijker en beter gaat scoren op de green. Zodat ik zeker weet dat je daar niet meer gaat laten liggen. Laten we snel beginnen met tip nummer 1. Laat de bal in de juiste vertrekrichting vertrekken. Het klinkt zo makkelijk en het klinkt ook zo logisch, maar doe het maar eens. Zorg maar eens dat je de bal laat vertrekken in de richting waar je hem echt op wil laten vertrekken. Ik ga je goede oefening geven om dat te controleren. De vertrekrichting heeft vooral te maken met het slagvlak. Dus als we kunnen zorgen dat het slagvlak 90 graden haaks op je vertrekrichting staat, dan hebben we de meeste kans dat hij ook in die richting zal gaan. Daarom staan er ook strepen op de putter, of lijnen, of in ieder geval hulpmiddelen. Maar ik zou ook zeggen, leg het logootje ook in de richting van, dan wordt het alleen maar makkelijker om de bal ook te laten vertrekken in de richting waar je hem op wil laten vertrekken. Oefening. Ga eens 2 meter van de hole af staan. 1, 2. Leg eens een balletje neer in de richting van. En leg eens halverwege de hole een klein poortje dat de breedte heeft van een clubhoofd. 2 tees met de breedte van de clubhoofd. Halverwege. Je voelt hem aankomen. Daar wil ik die bal tussendoor laten rollen. Dus we gaan proberen om de bal door het poortje in de richting van de hole te laten vertrekken. Dus ik ben eigenlijk niet meer bezig met de hole. Maar ik ben eigenlijk meer bezig met, kan ik hem door dat poortje laten vertrekken? Is mijn vertrekrichting waar ik denk dat die bal moet vertrekken, is die goed? Maak gebruik van het loodje. Dus ik zou zeker zeggen, leg even het loodje goed. Neem die stand in. Oeh, het scheelde weinig, maar hij was door het poortje. En dan is de kans dat hij goed gaat vele malen groter. Zorg dat je de juiste snelheid iedere keer krijgt. Om de juiste snelheid iedere keer te krijgen, zul je moeten zorgen dat je de bal continu in het midden van je clubblad raakt. Als je hem uit het midden raakt, gaat de bal vertragen. Oefening. Ga een keer naar de gamma of de praxis. Koop van die veeltjes die je onder je stoel kunt doen en plak die eens een 2 vingerdikte uit elkaar aan de buitenkant en aan de binnenkant van je clubblad, zodat je erachter gaat komen of je de bal iedere keer ook mooi in het midden raakt. Als je iedere keer de bal mooi in het midden raakt, heb je een constante vertreksnelheid van de bal. Dus goed raken is belangrijk om iedere keer de bal de juiste snelheid te geven. Oefening. Wat je zou kunnen doen is, pak een bal, pak een hole, oefen verschillende liggingen. Een keertje uphill, een keertje downhill, ook een keer sidehill en geef jezelf een opdracht. Dus ga niet gewoon proberen die bal iedere keer erbij te krijgen, nee. De eerste opdracht die ik mezelf nou geef is, probeer de bal eens 30 centimeter voorbij de hole te krijgen. Ik sta op 1 meter of 4, 5 en ik ga proberen om die bal goed te raken, maar ik wil hem 30 centimeter voorbij de hole. Ik wil in ieder geval een kans hebben gehad. Het is meer dan 30 centimeter, dus ook ik zal dit moeten oefenen. Oefening 2. Uphill. We gaan proberen om de bal zo dicht mogelijk bij die tee, bij dat veeltje te krijgen. Ik heb een veeltje gepakt met een tee en ik ga proberen om nu zo dicht mogelijk erbij te krijgen. Dus geen 30 centimeter voorbij, maar ik ga proberen op het veeltje te laten stoppen. Oh, bijna. Maar zo oefen ik dus die snelheid. En de laatste, downhill putt, ook belangrijk. Ik ga proberen om de bal in ieder geval een klein kantje weer te geven. Ik wil hem nou 1 meter voorbij de marker laten eindigen in een downhill put. Oké, het is wel die meter, maar de richting was niet helemaal goed. Maar hey, ook ik zal dit moeten oefenen. Dus, resume, oefen downhill, uphill en sidehill. En ga jezelf iedere keer die opdracht geven. Probeer hem er maar voorbij te krijgen of zo dicht mogelijk erbij. En probeer eens te kijken, raak ik die bal iedere keer mooi in het midden. Zorg dat je de greens goed leert lezen. Een goede oefening die ik je wil geven. Je ziet het wel eens op tv, de toerspelers zien het ook wel eens doen. Als ik breed ga staan, dan voel ik eigenlijk een beetje
of mijn linker en mijn rechtervoet even hoog staan of juist niet even hoog. Wat je doet. Pak eerst een rechtlijn. Dat mag uphill of downhill zijn, maar een rechtlijn omhoog. En dan voel je dat als ik breed ga staan, dat de druk op beide voeten even groot is. Stap ik nou een meter naar rechts, dan ga ik al een beetje voelen dat rechts al een iets hoger komt als mijn linkerbeen. Dus het wijkt hier een beetje af naar links. Maar stap ik 1 meter naar deze kant, ja, nu voel ik al een klein beetje dat mijn rechtervoet lager staat als mijn linker. Dus de bal zal ook een beetje naar rechts gaan. De voeten geven eigenlijk al een heel mooie feedback hoe de green loopt. Wat je doet is, je begint bij de eerste, dat is de recht uphill put. Dus die gaat gewoon recht. Hier hoef ik geen rekening houden met de glooiing van de green. En geef me kans. Geef me kans. Twee, hier voel ik dat mijn linkervoet lager staat als mijn rechter. Dus de bal zal ook naar links toe gaan. Dus hier zal ik rekening mee moeten houden met een glooiing naar links. Dus ik ga proberen een klein beetje rechts op te lijnen. Iets te veel, maar hey, een beetje geluk heeft de mens nodig. Deze, 1 meter weer aan de andere kant. Ik ga maar eens breed staan. Ik voel nou duidelijk dat de rechtervoet lager staat dan de linker. Dus de bal gaat nu naar rechts afwijken. Ja, die gaan we dus een beetje meer links opzetten. En geef me kans. Mis hem in ieder geval niet aan de onderkant, aan de amateurkant, zeggen we dan. Ik durf zeker te zijn, als ik ga staan en ik ga breed staan, dat je eigenlijk al een beetje kunt voelen met de voeten, met de, welke been hoog of laag staat, en dat je dus eigenlijk al heel mooi voelt of die green recht is, ja of te nee. Tuurlijk, ogen geven ook informatie, maar voelen met de voeten zou ook wel eens een hele goede kunnen zijn. Vond jij het een goede tip? Zou ik het enorm waarderen als je het een duimpje geeft? En bij geen tegenbericht zien en spreken wij elkaar weer over 2 weken.